Shell en partners hebben $50.000 gedoneerd aan apparatuur aan het directoraat Visserij van LVV. De schenking omvat tablets, beschermingsmiddelen, computers en een server voor gegevensverzameling en analyse in de visserijsector. Het project versterkt de capaciteit van het directoraat voor duurzaam beheer van visbestanden. Shell en partners beloven verdere samenwerking met erkenning van de cruciale rol van de visserijsector voor lokale economie, werkgelegenheid en voedselzekerheid. Verkeerslichten op het kruispunt van de Gemenelandsweg en de Johan Adolf Bengelstraat zijn nu operationeel. Minister Noor Mohammed, die het belang van verkeersveiligheid benadrukt, zegt dat extra financiering wordt ingezet voor het vervangen van verkeersborden en het verbeteren van wegmarkeringen en verkeerslichten. Dit is onderdeel van een groter plan om de verkeersveiligheid in Paramaribo te verbeteren, inclusief het installeren van 5 nieuwe verkeerslichten op strategische locaties. Veel verkeerslichten in Suriname zijn verouderd en moeten dringend worden vervangen. Het bezanden van zandwegen in Bernardorp, Para, is op 12 april begonnen. Voor het project wordt gebruik gemaakt van een mix van beeskors, savannazand en lateriet en klinkzand om de wegen te verharden en de mobiliteit en veiligheid van de gemeenschap te verbeteren. Kapitein Humphrey John bedankte OE-minister Noor Mohammed voor zijn persoonlijke betrokkenheid. De bewindsman spreekt van een eerste stap naar een betere infrastructuur met plannen voor verdere verbetering, zoals asfaltering.